Toen hij 6 jaar was, regelde Mino Raiola al wat dingetjes voor zijn 12-jarige vriendjes. In het Italiaans restaurant te Haarlem was Mino het manesje van alles. Mino kon je om een boodschap sturen. Wacht even, ja? In Haarlem kwamen ze allemaal graag bij de olijke Mino eten. De burgemeester en de lokale drugsdealer. Wie het ook was, ze hadden het gevoel, bij Mino zit je goed. Ik bel je zo terug, ja? No. Loca per un'ora, su momento. Spera un poco. Later, op het makelaarskantoor van Rob Jans, hield het Mino als assistent met enkele transfers. Vink naar Genua, Roy naar Foggia, Kreek naar Padova en Bergkamp naar Inter. Mino deed, zoals dat heette, de hand- en spandiensten. I know you don't need me. I need you. Toen ontmoette Mino Zlatan Ibrahimovic en het klikte. Hij bracht Zlatan van Ajax naar Juventus, naar Inter, naar Barcelona en naar Milan. Netvet belt Mino voor een nieuwe auto, Balotelli voor een nieuw contract, Robinho, Pato of gewoon Marvin Zeggelaar vragen of Mino hen wil wakker bellen voordat de training begint. Martin Jol heeft Mino in zijn portefeuille en nu is Mino dus ook de zaakwaarnemer van Bommel. Ja, dan is er een slijm. Das ist der Vertreter von Braveheit. Okay. Und das war der Manager von Hoffenheim, also 1 und 1. Das ist in Holland und in Deutschland auch 2. Oh, ja. Wer Lust hat, Pressekonferenz mit dem Trainer. Der Marc kommt um 12 Uhr, steht euch zur Verfügung. Wir schnell gegangen. Sonntagabend hat AC Mailand angerufen bei meinem Berater. Sportlich war die Situation nicht so, wie ich mich das vorgestellt habe. Und deswegen habe ich überhaupt über einen Wechsel nachgedacht. Der Kapitän, Trainer ist ja immer eine besondere Achse in einer Mannschaft, in einem Verein. Auf die Recht. Haben wir hier alles noch vergessen? Ja, Entschuldigung. Non so, parlare con Marco. Per me questo. Weten we dit wel zeker? Moment. He? Maar Mark was definitief, hè? Die wil naar Milaan. Ja, dat was dit. Nou, moet ik nou zeggen op de radio? Zeggen dat de clubs eruit zijn. En de speler. Clubs zijn eruit. Goedemiddag. Ik ken die camera, man. Je kent hoe je een trainer zei. Ja. Beetje. Hectisch. Men is. Ja, weet ik. Daar hint het dus aan. Toch wel een beetje verwonderd over het feit. Als je dan bijvoorbeeld ziet dat op het laatste moment een aantal clubs er toch nog in wilde schieten. Ja. Nu nog, voor het tekenen nog. Van nee, maar... Vanochtend belde je nog met Spurs. Nou, Spurs bij mij. Hij doet alles voor zijn spelers. Hij is soms hard voor de clubs, voor de mensen die bij de clubs werken. Maar goed, dat is ook een strijd die hij dan doet voor de speler die onder zijn contract heeft. Ja, ik zou graag willen als het kan, hoor. Net zoals afgelopen nacht. Malen er dan dingen in je hoofd? Ja, als ik deze dingen doe, dan is het een soort puzzel die in mijn hoofd zit. Hè? En dan vallen allerlei dingetjes neer. Ik werd zo vreemd hoor. Ik werd vannacht om 3 uur wakker. Ik dacht, Jezus, de hond. De hond van Mark. En hij is spelgerechtigd om 2:30, dus dat is goed. Gisteren heb je bijvoorbeeld Zeggelaar van Ajax verhuurd, hè? Aan Excelsior. Ja, hij is verlengd. We hebben zijn contract verlengd. Heel ander verhaal. Ja. Dan gaat het misschien wel over vakantiegeld. Ja, daar gaat het ook over. Of weet ik veel. Daar gaat het ook over andere bedragen uiteraard. Ja. Maar dan gaat het ook over een andere insteek in het contract. Is die kale man daar, hè? Is die van Milan. Ja. Die is met het vliegtuig gekomen. Ja, de piloot van het privévliegtuig van Milan. Jij zegt gewoon tegen de UEFA van, jullie moeten het dus potverdorie anders doen. Nou, ik vind de UEFA en de FIFA lijken op maffia-achtige structuren. Maak je geen vrienden mee, Mino? Nee, maar ik ben niet in het leven om vrienden te maken. Ik ben in het leven om trouw aan mezelf te zijn. En ik denk dat de UEFA en de FIFA er moeten zijn in een dienstverlenende rol. Naar in dit geval bonden en dus uiteindelijk naar voetbalspelers, prof en amateurs. Mm-hmm. En die kleine kinderen die op de velden lopen en dus uiteindelijk naar het publiek. En ik denk dat ze dat juist niet doen. Kijk, als je nou bijvoorbeeld ziet... Hier, dat neem een foto's Milan. Ja, misschien even. Als je nou zit, dan wachten. Ja, we zullen alles opnemen. Milan, Mino. Jij kan niet tegen Van Gaal als autoriteit. Net als Cruijff als autoriteit. Daar hebben we het weer. Ja, weer een bericht. Nee, kijk maar eerst naar je bericht. Ik vind Van Gaal geen autoriteit.
Dat vindt hij zelf. Ik accepteer hem niet als die autoriteit waarvan hij denkt dat hij het is. Oké. En bij mij moet je toch iets meer bewijzen van autoriteit. En dat is niet Van Gaal. Van Gaal is voor mij geen autoriteit. En Cruijff helemaal niet. Ik denk dat je met je spelers actief, je moet ze alternatieven geven. Je moet niet zeggen, vandaag heeft Milan wel gebeld. En, nou, dus je komt vandaag naar Milan. Als vandaag mijn Milan belt, dan denk ik, nou, dan heb ik een hele goede speler. En dan zou ik hem misschien, zou ik meteen 7 andere topclubs ook bellen. Ik zeg, nou weet je, Milan wil hem. Wil jij hem ook? Dat is... Ja, je moet de speler alternatieven geven. Je moet dingen creëren. Je moet hem een keuze kunnen geven. Nee, je drijft de prijs omhoog. Ook, misschien. Hey, je bent gerechtigd. Kunnen we morgen aan de bak? Ja, je moet morgen aan de bak. Eén ding, 5 maanden. Met de optie tot meer dan, hè? Niet op ingaan. Contractuele dingen zijn altijd geheim. Die pers wil alles van alles weten, niet op ingaan. Jouw belangen behartigen. Hij werd wakker om 3 uur en dacht... Wat? Ik weet het wel, we vertel alles tegen elkaar. De hond? Ja. Andiamo che ci sono la stampa italiana, dopo poi devo andare dai medici, dobbiamo fare in fretta. Let's go. Ok, va bene. Buongiorno. Buongiorno. Un attimo, Carlo. Italiano sta molto... In inglese. Poco, eh? In inglese, ok. No. You know each other for a long time, eh? Mino è fantastico, long time. Ci conosciamo da tanto tempo, ma quest'anno siamo riusciti finalmente a fare delle cose importanti. Mark is nu medische keuze, maar een kwartier, hè? Ja, dit is de minimale wettelijke medische keuze. Dus hart, longen, ogen, oren. En nou zit je allemaal Spaans te praten? Ja, dus de fiets natuurlijk nu van alles tussendoor, hè? Mensen raken nu een beetje in paniek. Het is nog de laatste 4-5 dagen. En alles wat je eigenlijk hebt opgebouwd de afgelopen 2 maanden waar je over hebt gepraat, mogelijkheden, niet, dat komt nu samen. Dat is een piramide. Waar? Hier? Oké, okay. Maar dat is een probleem. De Limburger, ja, daar ga je zelf mee. De Limburger. Jouw nummer? Ja. Hallo, mijn naam. Jij zegt, nou, onder dit bedrag gaat hij niet weg. Ik heb dat ook gezegd. Dus ik denk dat ze nu zeggen van, laten we het eens proberen via een andere kant, weet je wel. Wil je een shirt met papa zijn naam? Hij zal nee zeggen. Nee, van Ibrahimovic? Rossonero Allegri. Per me è un giocatore importante di carattere internazionale. Allegri zegt dat je internationaal speler bent. Die ze nou net nodig hadden. De club het goed begrepen heeft. Goed moment tot aankoop. En ja, dank de president voor de aankoop. How is the Dutch competition? Feyenoord? You said that was fine. Het is toch een ervaren jongen. Maar zo'n dag voor hem is ook niet misselijk, hè? Nee, vaak merken ze dat ze in bed liggen. Ja. En dan hebben ze eigenlijk, wie het dan ook is, wel iemand nodig die je ten alle tijde beschermt. Dat valt mij wel op van zo'n dag. Toch? Of ja, niet? Ik mag dat denken graag, ja. Misschien, ik denk of het ook wel overdrijf ik, maar ik denk het wel. Lorenzito, grazie. Ja, het gaat allemaal om geld, hè? Maar zelf heb je nooit bij. Zelf heb je nooit geld bij. Goed stel, hè? Dat het 5 maanden is voor Mark hier, dat verbaast me. Dat leidt tot speculatie. Ah, laat ze lekker tot speculatie leiden. Kijk, contract. Als het niet loopt met Van Bommel hier, dan kan hij naar PSV. Ja. Is dat dan rond? Ik bedoel, maar als het wel loopt, kan hij ook naar PSV.
Wat gaan we vandaag doen? Ga je Jol nog onderbrengen? Dat gaat betekent als je bijna heel hyperactief bent. Lekker even rust. En dan... die heeft Jol onderbrengen is makkelijk. Vannacht belde Van Bommel nog, hè? En zit, kun je nog even... Dan spookt er bij hem in de hoofd en dan ben jij een soort agenda. Ja. Dat is begeleiden. Ja, even met elkaar, dat je even op elkaar kunt leunen ook, hè?